Nogmaals, hartelijk welkom allemaal. Nog niet iedereen is binnen, maar we gaan wel starten, want ja, we hebben een vol programma. Ontzettend fijn om met zoveel mensen bijeen te zijn, om ideeën en eerste ervaringen in het werken met de zorgstandaard dementie met elkaar uit te wisselen. Mag ik de volgende sheet? Voordat we zeg maar ingaan op het programma en ik mijn korte inleiding geef over de zorgstandaard dementie. Eerst eventjes wat spelregels. Ik ben trouwens Rinske Boomstra, senior adviseur bij Filans van de vakgroep Richtlijnen en Toepassing. En ik was de trekker van de herziening en de afgeleide producten. Maar nu dus eerst even wat spelregels. Graag jullie microfoon en camera uitlaten. Die zijn nu uit. En de chatfunctie gebruiken als je vragen hebt. En dat zie je net ook omcirkeld onderaan in die zwarte balk. Er zijn een aantal vragen uit de chat die tijdens de bijeenkomst besproken worden. De bijeenkomst die wordt opgenomen en die wordt mogelijk openbaar gemaakt. En als je niet zichtbaar wilt zijn, is dan het verzoek om je camera uit te laten. Ja. En even kijken. Nou, door je deelname ga je dus akkoord met de opname en je eventuele bijdrage. Zijn hier nog vragen over? Ik zie niets gebeuren in de chat, dus dan gaan we door naar de volgende sheet. Het kader van deze bijeenkomst is het overbruggingsprogramma Dementiezorg voor elkaar. We hebben van 2016 tot 2020 met meerdere kennisinstituten en heel veel belangrijke stakeholders uit het veld gewerkt aan Dementiezorg voor elkaar. En voor het eerste half jaar van dit jaar hebben we, zeg maar, heeft CWS ons gevraagd om actief aandacht te blijven besteden aan het verspreiden van kennis en opbrengsten en ervaringen uit dit programma, met een focus op de herziende zorgstandaard dementie en de bijbehorende kennisdossiers en het register dementiezorg en ondersteuning. En dat betekent concreet dat we tot en met de helft van dit jaar kennis verspreiden via de websites en kanalen van Dementiezorg voor elkaar .nl en de zorgstandaarddementie.nl, daarover zometeen meer. En dat we de kennis verspreiden via een aantal online kennisbijeenkomsten voor professionals en stakeholders, waaronder dus deze eerste bijeenkomst, die gaat over het werken met de zorgstandaard. En de volgende bijeenkomsten zien jullie ook hier genoemd. De volgende gaat dus over randvoorwaarden voor persoonsgericht en integrale dementiezorg. Die vindt al 22 april plaats. Dan Vergeet ons niet gaat over de drie bijzondere doelgroepen. Namelijk mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratieachtergrond en jonge mensen met dementie. En de laatste bijeenkomst in deze reeks, dat gaat over de rode draad. En dat zijn dan de terugkomende onderwerpen in alle fasen van het dementietraject. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld proactieve zorgplanning, beperkte gezondheidsvaardigheden, samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. Dus dit is zeg maar de lijn van de bijeenkomsten. En waarom doen we dit allemaal? Omdat de minister in zijn dementiestrategie kenbaar heeft gemaakt dat we zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2025, met elkaar in alle regionale dementienetwerken geacht worden om te werken volgens de zorgstandaard dementie. Domein overstijgend, persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief. Nou, zoals ik net al zei, het doel van deze bijeenkomst is dat we elkaar zoveel mogelijk stimuleren, graag de volgende sheet, en dat we elkaar inspireren om met de zorgstandaard te gaan werken. Nou, en hoe gaan we dat dan doen? Mag ik de volgende sheet?
We hebben daarvoor het volgende programma bedacht. Na een korte inleiding van mij over de zorgstandaard, de herziening van de zorgstandaarddementie, komen er vier pitches. Die worden gepresenteerd door vier vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en van de belangenorganisatie Alzheimer Nederland. Achtereenvolgens zal dat zijn door Anton Wijnberg van Verenzo, Ellie Cox van de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, door Julie Meerveld, manager van Alzheimer Nederland, en door Gerben Jansen, case manager vanuit VNVN. Dus dat is wat we zeg maar zo meteen kunnen verwachten in de pitches. Daarna hebben we een korte uitwisseling naar aanleiding van de pitches. En dan volgt een pauze. En dan is de vraag aan jullie om voordat je even wat te drinken gaat halen, alvast naar de breakout room gaat. Dat laat ik je zo meteen zien hoe dat dan gaat. En dan ga je naar de deelsessie van je voorkeur die je van tevoren hebt opgegeven. Nou, dan is er weer een korte pauze. En dan hebben we een plenaire terugkoppeling van de deelsessies. Die plenaire terugkoppeling die wordt dan ook gedaan door de leiders, de deelsessieleiders. En die zullen zich zometeen in de deelsessie zelf voorstellen. En dan sluiten we af met een Mentimeter. Daar gaat Lars dan op dat moment aan jullie vertellen hoe je daar via je eigen telefoon naartoe moet. En in die Mentimeter worden dan een aantal afsluitende vragen gesteld. En naar aanleiding van de uitkomst in de Mentimeter zullen we misschien nog even met elkaar doorpraten. En uiteindelijk sluit Carlijn Quint, de programmamanager van Dementiezorg voor elkaar, het programma af. Mag ik de volgende slide? Nou, het is natuurlijk heel erg verheugend dat we ongeveer een jaar geleden nu de zorgstandaard hebben kunnen indienen bij het Zorginstituut in het kwaliteitsregister. En dat maar liefst 22 partijen de zorgstandaard, de herziene zorgstandaard dementie hebben geautoriseerd. En dan moet je denken aan partijen, zeg maar de alle relevante beroepsorganisaties. De belangenorganisatie Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland en ook Zorgverzekeraars Nederland, die heeft de zorgstandaard geaccordeerd. Dus dat is heel erg fijn dat de hele sector achter de aanbevelingen en indicatoren staat die we hebben geformuleerd in de standaard. Nou, omdat we zeg maar niet veel tijd hebben, een vol programma, laat ik nu het filmpje zien wat is gemaakt over de zorgstandaard dementie. Dit is de heer Van Gastel, gepensioneerd docent wiskunde van 79, die alleen woont in de stad. Net als 280.000 anderen in Nederland heeft hij dementie. Voor hem en zijn naasten is het van belang dat hij de juiste hulp krijgt, op het juiste moment en op de juiste plaats. Daar helpt de zorgstandaard dementie bij, die beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is. Zo lang mogelijk mens zijn en regie houden is het uitgangspunt, met respect voor de eigen wensen en behoeften van de persoon met dementie. De zorgstandaard ondersteunt professionals om de zorg en ondersteuning te verbeteren, persoonsgericht en integraal. Het omvat een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Persoonsgerichte zorg is hierbij uitgewerkt per fase van het dementietraject, niet pluisfase, diagnose, leven met dementie en stervensfase en nazorg. Integrale zorg is uitgewerkt in vier randvoorwaarden voor goede dementiezorg: proactieve zorgplanning, één zorgleefplan, case management en gecoördineerde netwerkzorg.
Daarnaast is er aandacht voor specifieke doelgroepen bij wie dementie vaak moeilijker te herkennen is, zoals jonge mensen met dementie, migranten met dementie of mensen met een verstandelijke beperking en dementie. De zorgstandaard dementie is ondertekend door 22 verschillende partijen en bevat 25 aanbevelingen en 12 kwaliteitsindicatoren die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de dementiezorg en op praktische toepasbaarheid. Zelf aan de slag met de zorgstandaard dementie? Kijk op zorgstandaarddementie.nl. Nou, de belangrijkste kenmerken die jullie zeg maar in het filmpje ook de revue hebben horen passeren, die heb ik hier nog een keer opgesomd. Maar vanwege de tijd wil ik graag alleen nog maar de aandacht vragen voor de focus op de praktische toepasbaarheid. Graag de volgende sheet. Ik ben wat over de tijd, maar ik maak hem even kort af. We hebben namelijk niet alleen een zorgstandaard herzien, maar er zijn ook een aantal afgeleide producten uit voortgekomen. Dat is de publieksversie, die is gemaakt door Alzheimer Nederland met 10 voorwaarden voor goede dementiezorg, waarin staat wat mogen personen met dementie en mantelzorgers verwachten en wat kun je zelf doen. Mag ik de volgende sheet? Ten tweede hebben we een afgeleid product gemaakt voor professionals. Dat staat allemaal op zorgstandaard.nl. En dat is een hele concrete website met kennisdossiers per thema in het zojuist genoemde filmpje. Zou je willen gaan naar de website, Lars? En als we dan kijken naar hoe dit werkt, dan hebben we dus per thema uit de zorgstandaard. En dan gaan we nu even kijken naar hoe dat is vormgegeven voor de niet-pluisfase in een paar stappen. Ik wil jullie alleen de structuur laten zien van deze website per thema. In elk thema zie je de voorbeeldcasus van meneer Van Gastel terugkomen voor desbetreffende fase. Als je naar beneden wil gaan, Lars. En als we dan kijken bij signalen herkennen, dan zie je daar dat dat is opgedeeld in een aantal thema's en dat daar ook een relatie wordt gelegd met de aanbeveling die daarbij hoort. En als je dan op bijvoorbeeld waar let je op klikt, dan zie je daar allemaal goede praktijkvoorbeelden en tools die je kunt gebruiken om desbetreffende aanbeveling te implementeren. Nou, vervolgens, als je deze wil afsluiten, Lars, en weer terug naar de presentatie zou willen gaan, dan hebben we nog adviezen voor implementatie gemaakt. En die zijn voortgekomen op basis van de ervaringen van 5 dementienetwerken. Dus deze dementienetwerken, die gingen jullie voor met het zetten van de eerste stappen in de implementatie van de zorgstandaard. Tot zover mijn korte inleiding van de zorgstandaard. Als jullie hier vragen over hebben, dan kan je die in de chat zetten. En die komen dan terug in het plenaire gedeelte om 3:30. Nu gaan we door met de pitches. Allereerst geef ik het woord aan Amnon Wijnberg. Ja, goedemiddag. Dankjewel, Rinske. 5 minuten, mijn pitch. Ik ben specialist oudergeneeskunde bij ZBVO, zelfstandige behandelvakgroep. En voorheen altijd gewerkt bij Rivas als arts, specialist oudergeneeskunde. En ik ben al 35 jaar bezig met dementiezorg, de eerste standaard en de herziende standaard. Verenzo omarmt de zorgstandaard en denkt dit dat een ideale manier is en een voorbeeldmanier is om de ouderenzorg, zeg maar in de breedte, in de regio's landelijk verder te brengen. Wij hebben geprobeerd, mag ik de volgende sheet? Wij hebben geprobeerd binnen onze eigen vakgroep daar, bij onze eigen vereniging daarmee aandacht voor te krijgen, maar worden daarin beperkt natuurlijk door de coronaperiode. Wij hebben het wel gemeld, wij hebben nog voornemens om het in het jaarcongres te brengen en presentaties te geven in de regio's, juist om die regio's te ondersteunen en de implementatie van de standaard daar te faciliteren. We vonden het lastig in de coronatijd, ook de proefregio's die net genoemd zijn, was lastig om daar goed medesturing aan te geven. Wij zien wel mogelijkheden om dit te bevorderen
En wat wij met name als Forenso willen, is dat we de samenwerking zoeken met aanpalende beroepsgroepen in de medische en de verpleegkundige as, met zorgverzekeraars, met VWS en andere stakeholders, om die zorgstandaard verder te brengen. Want dat vinden wij heel belangrijk. Mag ik de volgende dia? Want specialist oudergeneeskunde, ja, dementiezorg is core business. Dat doen ze elke dag. 90% van onze werkzaamheden heeft te maken met mensen met dementie en hun naasten. En dat is zeker niet alleen in het verpleeghuis, maar teamnemend daarbuiten ook. Dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar bij die behoeftes hebben wij heel erg belang, vinden wij het heel belangrijk dat we beter worden ingebed in de consultatiefunctie van de SO. En daar kom ik zo nog op terug. En het is niet alleen de consultatiefunctie, maar het is ook behoefte dat de regio's beter gaan samenwerken. Dat de schotten gaan verdwijnen. Dat er efficiënter wordt samengewerkt in praktijkvoering. Dat de fragmentatie in de zorg met alle verschillende aanbieders afneemt. Dat de taakherschikking, modern onderwerp, vorm krijgt. Dat dingen geborgd worden, dat het niet alleen maar projecten blijven. En het laatste, maar ik zou het bijna voorop willen zetten, de financiering integraal is een zeer belangrijk onderwerp. Daarnaast hebben we natuurlijk behoefte, zeker in de regio, aan een lerend, informerend, faciliterend netwerk, wat het mogelijk maakt voor ons als professionals om te kunnen werken. Knelpunten voor ons als SO zijn, is dat de beschikbaarheid van de SO's moeilijk tot stand te brengen is. Dat heeft toch heel veel te maken met de financiering van de eerste lijns consultatie. De complexe regelgeving rond de wet zorg en dwang, waar wij ook mee worstelen, net als jullie. De WLZ versus de zorgverzekeringswet. Dat zijn thema's die voor ons belemmerend werken om optimaal onze bijdrage te leveren. Maar daarnaast merken wij dat cultuurproblemen in die ouderenzorg toch nog steeds een rol spelen. Visie is maar beperkt aanwezig. Verpleeghuizen, andere voorzieningen hebben toch vaak nog het organisatiebelang voorop, zodat het gemeenschappelijke belang om het in een regio goed te regelen 24/7 niet voldoende aan de orde komt. Er wordt nog te veel gemanaged en er wordt nog te weinig leiderschap getoond. En dat is iets wat zowel bij managers is, maar ik denk ook bij professionals. Waar is de visie, waar is de missie? En er wordt nog veel te weinig samengeleerd en verbeterd. Iedereen zit toch, er wordt nog te veel van een eilandje gewerkt. Oplossingsrichtingen. Ja, laten daar de zorgverzekeraars nou het goed mogelijk maken dat die SO's goed kunnen samenwerken, multidisciplinair, achter de coulissen van de patiënt goed kunnen samenwerken met huisartsen en met het team wat in de huisartspraktijk en rond de huisartspraktijk werkt. En een van de belangrijke dingen is, die gefragmenteerde financiering, daar moeten we vanaf. Dat is niet goed voor de cliënt en zijn naasten, maar dat is ook niet goed voor de professionals, want daar blijven wij van afhankelijk. Probeer nou eens dat integraal te financieren, deze doelgroep. Probeer nou tot populatiebekostiging te komen. Maak experimenten mogelijk. En tot slot de samenwerking. Ja, die regionale samenwerking, ik focus daar toch met name op. Dat die niet-vrijblijvendheid, daar moeten we echt naartoe. En dat moet domeinoverstijgend zijn. Alle zorgaanbieders moeten een stukje autonomie inleveren. En uiteindelijk zal die dementiestandaard leiden dat we niet eens meer vastzitten aan het ene ziektebeeld. Het gaat over de ouderenzorg. Het gaat over mensen die andere ziektebeelden hebben ook. En dat moeten we integreren in die huisartsenpraktijk, in die eerste lijn, dat niet langs elkaar heen wordt gewerkt, maar juist met elkaar wordt gewerkt. En dat je dan de optimale integrale capaciteitsplanning, hè, mensen, middelen, beschikbaarheid, kunt realiseren. En de laatste tip die ik had, zag hem niet voorbij komen, Rinske. Is er al een zorgstandaard dementie-app voor zowel het publiek, de cliënten, als ook voor professionals. Dankjewel voor dit stukje. Dankjewel, Andon. Heel uitdagende pitch, dankjewel. Nu gaat Ellie Cox verder met haar pitch. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Ellie Cox. Ik ben logopedist en aphasietherapeut. Ik werk in zorgcentrum La Providence in Grubbevorst in het zonnige Limburg. Ook vandaag. Ik ben projectmedewerker bij de NVLF, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, voor de herziening van de zorgstandaard dementie. En vandaag zal ik een korte pitch geven over de activiteiten die wij hebben uitgezet als beroepsvereniging. Lars, mag de volgende slide alsjeblieft. Dankjewel. We hebben gekeken naar wat zijn behoeften van logopedisten over de zorgstandaard dementie. Ja, het is belangrijk om hen natuurlijk te informeren over het bestaan van de zorgstandaard en de website daarbij onder de aandacht te brengen.
momenteel ja, is eigenlijk onbekend of logopedisten al de website bezocht hebben, want ja, dat kunnen wij zelf niet uit de data halen. Maar we hebben daarvoor wel berichten geplaatst in onze nieuwsbrief en op de website. Ik zou ook graag een presentatie gegeven hebben op ons jaarcongres. Maar ja, door corona hadden wij daar ook wat problemen en uitdagingen. Graag ook de volgende slide. Nou, op dit moment is dus afwezig of dat er of dat er behoefte zijn onder logopedisten. Dat maakt het lastig is om je knelpunten te signaleren. Maar we willen alsnog de website en de zorgstandaard opnieuw onder de aandacht gaan brengen. Door middel van de website, onze nieuwsbrief en social media. En om ja, onze logopedisten op te roepen om ervaringen en reacties te delen met elkaar. We hebben een goede Facebookgroep waarin veel ervaringen worden gedeeld. Dus dat zou daar kunnen gebeuren. Daarnaast is de NVLF onlangs, en dat is echt pas tussen het maken van deze slides en een bericht wat deze week via de nieuwsbrief van de NVLF eruit is gegaan. Daarnaast is de NVLF met de KGF, de Vereniging voor Oefentherapeuten, Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Diëtetiek en Huidtherapeuten gestart aan een ZonMW-traject. Waarin een online learning community wordt opgezet, waarbij ze richtlijnen willen gaan ontwikkelen voor kwetsbare ouderen en dementie. Dus ik denk dat daarin nog een hele hoop kennis gedeeld gaat worden. En daar heb ik goede hoop op. Dus tot zover mijn bijdrage over wat wij als NVLF hebben gedaan om de zorgstandaard dementie onder de aandacht te brengen. Dankjewel. Dankjewel, Ellie. Dan graag nu het woord geef ik aan Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Dag allemaal, ik ben Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland. Die nieuwe zorgstandaard voor 2020, ik noem het altijd een hernieuwde trouwbelofte, want bij Alzheimer Nederland zijn we er echt super blij mee. Want het is de tweede. Maar deze wordt door zoveel meer organisaties gedragen. En dat is echt een grote stap vooruit. Maar waarom vinden wij ook die zorgstandaard zo belangrijk voor mensen met dementie? 290.000, zei Rinske al. En hun dierbaren. Nou, laat pakken beter, het zijn er 800.000. Dan heb je toch 1 miljoen mensen die ergens naar op zoek gaan. Waarin staat wat anno 2021... de zorg en de hulp is waar ze op mogen rekenen. Gezien de stand van de wetenschap en gezien professionele standaarden. Dus dat is heel belangrijk. En dan vindt Alzheimer Nederland niet zo belangrijk dat mensen precies die van kaft of kaft die standaard kennen. Maar ze moeten wel weten welke hulp de wetenschappers en de professionals relevant vinden. Anno 2021. Dus wat hebben we gedaan? Hoe hebben we daar bekendheid aan gegeven? Lars, dat heb ik op de volgende dia gezet. Want ja, eerst zijn we natuurlijk begonnen met eens kijken van waar hebben mensen behoefte aan en wat gebruiken ze al aan interventies uit die standaard. En we hebben daarvoor de landelijke dementiemonitor mantelzorg weer ingezet. Die hebben we voor de 7e keer gehouden vorig jaar. En dat is dan meteen ook een soort nulmeting. Want we hebben van iedereen, van de mensen die hebben meegedaan gehoord, wat gebruik je aan interventies? En hoe waardeer je die interventies? En we hebben ook naar belasting gevraagd. En dan zie je een van de grootste knelpunten voor mantelzorgers. Dat ze overbelast zijn. En als je goed naar die staatjes kijkt, we deden het de 7e keer. Dan zie je dat die belasting eigenlijk vergeleken met de vorige niet afgenomen is. Dus er is werk aan de winkel. Nou, welke oplossingen, hoe zijn wij aan de slag gegaan vanuit Alzheimer Nederland om het bekend te maken? Nou, die publieksversie, die hebben we natuurlijk verspreid onder onze afdelingen en vrijwilligers. Dat zijn dat zo'n 3600. We hebben dementie.nl hebben we aangepast. We hebben gecheckt, is dat zorgstandaardproof? Dementie.nl is een online platform. Er komen ongeveer 1,6 miljoen bezoekers per jaar. Allemaal mensen die leven met dementie. Belangrijk dat het zorgstandaardproof is. Verder bezoeken onze belangenbehartigers vooral de gemeente om te vertellen van kijk eens, hij is er en dit zijn de prio's ook voor de gemeente in de ondersteuning van mantelzorg. Dat hebben we samengevat in focusbrieven voor financiers. En natuurlijk werken we
samen met de regionale netwerken dementie, om de bekendheid in de regio van die zorgstandaard en die wenselijke interventies, interventies waarop je moet rekenen, om die bekendheid te vergroten. Nou, dan wil je natuurlijk weten, wat zijn de reacties? Staat op de volgende dia, Lars. Ja, eerst die zevende dementiemonitor mantelzorg, die gaf weer een top 3. En dan zou je zeggen, de case manager dementie staat weer bovenaan. Dat is al een tijdje zo. Verschil is wel dit keer, in 2020, dat de prio voor die case manager onder mantelzorgers is toegenomen. Ze vinden het nog belangrijker een interventie om het thuis langer en beter vol te houden. Nou, dat steekt Alzheimer Nederland dan in haar rugzak, want daar moeten we wat mee. Want de knelpunten, zoals ik al zei, bleek ook weer uit die monitor. Mantelzorg bij dementie wordt echt onderschat. Gemiddeld 7 uur bij dementie is het minimaal 40 uur per week dat eraan besteed wordt. Dat wordt echt onderschat. Wat we ook zagen afgelopen jaar is dat het aanbod aan case management dementie nauwelijks stijgt. Zorgelijk omdat het aantal mensen met dementie toeneemt. En zorgelijk omdat er nog steeds meer mensen zijn die geen gebruik maken van een case manager dan wel. Om allerlei redenen. En verder hebben we natuurlijk ook de boodschap van onze adviesraad van mensen met dementie en onze belangbehartigers met dementie. Jullie, Alzheimer Nederland, moeten ervoor zorgen dat mensen met dementie meer betrokken worden. We moeten niet over, maar met ze praten. Nou ja, wat doen we daar dan aan tot slot? Je ziet daar ook een vrolijke foto van mij met een wethouder in Wijchen, overigens ook de voorzitter van de Taskforce Worden en Zorg. Met Maurice met dementie en Hans, voorzitter van een van onze afdelingen, waarin we die focusbrief overhandigen. Nou, die foto was pre-corona. Corona is moeilijker, Amnon, gelijk heb je. Maar wat we nog steeds doen, maar nu online, is met de actuele focusbrief en de zorgstandaard langs al die gemeenten, buurten op bezoek gaan. Om de prio voor dementie en mantelzorg bij dementie omhoog te krijgen in die gemeente. Want dat is ontzettend belangrijk. Wat we ook doen, is daarbij zelf onze cafés online aanbieden. Hè? Dat helpt ook om mensen te informeren. Nou, ongeveer 40% van onze cafés is online. Nou, wat doen we aan dat aanbod van case management dementie? Nou, dat proberen we in een nationale strategie, maar ook in het bestuurlijk overleg wijkverpleging aan de orde te stellen. Dan moet echt meer case management geboden worden en er moeten echt meer case managers opgeleid worden. En tenslotte, ja, ik dacht ik eindig met een leuke nieuwe activiteit. Inclusie van mensen. Ik Alzheimer Nederland dacht, we moeten vooruit, we moeten het goede voorbeeld geven. We beginnen met co-clubs voor mensen met dementie. Daar heeft de Vriendenloterij ons een beetje mee geholpen. Maar daar gaan we nu over in het land co-clubs beginnen. Samen met mensen met dementie en met mantelzorgers. Gewoon gezellig eten en koken. Nou, dat is wat we gaan doen. Heel fijn, Julie. Dank je wel voor je enthousiasmerende pitch. Ik geef graag het woord nu aan Gerben Jansen van VNVN. Goedemiddag allemaal. Ik ben Gerben Jansen. Ik ben in het dagelijks leven de senior case manager dementie in West-Brabant, voor thuiszorg West-Brabant. Maar daarnaast ben ik ook voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundige of case managers dementie bij VNVN. En ben ik bestuurslid van de afdeling maatschappij en gezondheid. Dan mocht ik naar de volgende slide komen. Ja, de zorgstandaard dementie en case managers dementie. Nou, je hebt net het imposante verhaal gehoord van Julie Meerveld. Voor ons als beroepskrachten case managers is er heel veel werk aan de winkel. Zeker in relatie tot de zorgstandaard dementie. Maar er gebeurt ook al heel veel. Ondanks de COVID-tijd. Het is niet zo dat wij als case manager dementie betrokken zijn bij die directe COVID-zorg. Maar wij zien wel heel veel ellende en problemen die veroorzaakt worden door de COVID-crisis in zijn geheel. En dan vooral bij die mantelzorgers. Want die hebben het in deze tijd nog zwaarder dan ze eigenlijk al hadden. Nou, wat hebben wij gedaan met de zorgstandaard dementie? We zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de case manager van de zorgstandaard dementie. En wij hebben een heel duidelijke rol gehad in de implementatie van die zorgstandaard dementie. Want hoe je het ook wendt of heert, overal kom je die
die case managers dementie tegen in het proces en in de zorgstandaard dementie. En dat komt omdat we in alle schotten actief kunnen zijn als case manager dementie. Helaas nog niet helemaal binnen de WLZ in de zorginstelling, maar goed, wie weet wat er nog gaat komen. En misschien is de case manager voor beleidsmakers die nu aansluiten ook wel een hele sterke graadmeter of de praktische haalbaarheid van de case manager dementie en de aanbevelingen. Want wij komen natuurlijk heel veel achter bij mensen achter de voordeur, horen veel verhalen, zien veel verhalen, voelen veel verhalen en kennen heel veel casussen waarin wij de zorgstandaard dementie kunnen toetsen of het inderdaad ook haalbaar is in de praktijk en hoe het misschien op een andere manier uit het uiteindelijke aanbeveling wel zouden kunnen halen. Dan mag je door naar de volgende. Ja, en wat doen wij op dit moment met de zorgstandaard dementie? Zijn we daar heel erg al actief mee? Nou, op dit moment, we zijn bezig met de positionering van het case management dementie. En nu staat er een afkorting van ZZ, van ziekte naar zorg, van gezondheid naar gedrag, van mens en maatschappij. Dat is van de Raad van State. Dat we als case manager zijn wij niet alleen maar, ondanks dat ik een verpleegkundige ben, zijn wij meer dan voor de was en voor de plas. En kijken we ook naar gezondheid en gedrag. En steeds meer zie je de case managers, dementie zich profileren en de verpleegkundige in de wijk naar de mens toe en dan naar de maatschappij. En dat betekent dus ook dat we kijken ook onder andere, en dat past prima in de sociale benadering bij van dementie. Wat wij als case managers dementie als een hele belangrijke en een hele positieve ontwikkeling vinden voor het case management dementie. Verder zijn we ook beroepsinhoudelijk ontwikkeling bezig binnen de dementiezorg. Wij organiseren kennisverbeterprogramma's, we hebben masterclasses speciaal voor wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en verzorgenden in de wijk. Case managers dementie zijn vooral actief in de wijk, in de eerste lijnzorg, om meer kennis te vergaren over dementie, of te verspreiden over dementie, over sociale benadering, over prachtige programma's als partner in balans. En dat zijn allemaal zaken waar wij heel veel mee samenwerken en waar wij vooral heel veel masterclasses over willen geven en om die kennis verder te kunnen verspreiden. We zijn natuurlijk inderdaad druk bezig met integrale zorg, dat we vooral kunnen gaan samenwerken met mensen met dementie en de mantelzorgers, maar ook met de regionale Alzheimerafdeling van Alzheimer Nederlands. We zijn actief in Alzheimercafés. We werken samen met woningbouwstichtingen. En wij krijgen steeds meer aanmeldingen van woningbouwstichtingen over dat zij zich zorgen maken over de geestelijke gezondheid van hun huurders, waar wij als case managers actief bij betrokken zijn. En we krijgen bijvoorbeeld ook wat de dementievriendelijke samenleving. En laatst kreeg ik bijvoorbeeld nog een briefje van de bakker, niet met welke broden ik volgende week in de reclame zijn, maar waar ze zich zorgen over maken over iemand die heel vaak bij hun in de winkel komt. En ze wisten dat ik als case manager werkte en die zei, Gerben, we maken ons heel veel zorgen, want mijn vrouw komt 2 keer per dag een heel brood halen, terwijl we weten dat ze alleen woont. Zou je daar eens een keertje kunnen gaan kijken? En op die manier krijgen wij steeds meer contact met de samenleving en dan proberen we ook, dat stimuleren wij ook en dat onderstrepen we ook, dat die dementievriendelijke samenleving van cruciaal belang is om de grote hoos aan mensen met dementie en die mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen. Er zijn ook 3 pilaren in de dementiezorg in de eerste lijn. Dat is met eerste de sociale benadering bij dementie, waar ik eerder al had over de mens en de maatschappij van de Raad van State, de case manager dementie en nogmaals over die dementievriendelijke samenleving. Dat is iets wat van groot belang is op dit moment voor het case management dementie. En ik zie nog een vraag in de chat binnenkomen. Kan binnen de WLZ een persoonlijk begeleider of eerst verantwoordelijke ziekenverzorger ook de rol van case manager niet vervullen? Ja, die vervult ook de rol van case management. Daar is het meer een niet de functie, als een functionaris als case manager dementie. Maar ze kunnen wel het case management overnemen van ons. En dat gebeurt ook gelukkig in heel veel regio's. En sommige regio's ook niet. Dan dient het wat meer aandacht. Maar we proberen op die manier het case management over te dragen inderdaad aan die eerstverantwoordelijke. Maar vergeet je niet dat wij soms al heel lang bij cliënten over in de thuissituatie komen.
en de informatie niet allemaal in één overdracht kunnen zetten. En omdat we soms cliëntsituaties al zo lang kennen en de situatie goed begrijpen, kunnen wij soms heel waardevol zijn als we bij het eerste of bij het tweede MDO aan kunnen sluiten in een woonzorginstelling. Dat was eigenlijk mijn presentatie. Dankjewel, Gerben. Heel inspirerend en passievolle pitch. Als we kijken naar deze vier pitches, dan is het heel mooi dat eigenlijk alle vier de mensen aangeven dat het natuurlijk heel belangrijk is om vanuit je eigen beroepsorganisatie of belangenorganisatie zoveel mogelijk via social media en de andere eigen kanalen berichten te plaatsen. Wat ik ook terughoor nu is dat eigenlijk iedereen een focus legt op die integrale samenwerking en dat het daarbij ook heel belangrijk is om de gemeenten daarbij te betrekken, zodat het ook echt gaat over die brede domeinoverstijgende zorgstandaard dementie die we willen implementeren en dat je daar de gemeentes ook bij nodig hebt, heel hard nodig hebt. En wat ik jullie hoor zeggen is dat het gaat over positionering vanuit de organisatie waar je voor werkt. Dus dat heel belangrijk is, maar die positionering ook gezamenlijk op te pakken. Zodat je zeg maar met het veld, ook met mensen met dementie en hun naasten, gezamenlijk kunt werken aan de implementatie van de zorgstandaard. Dus hartelijk dank voor jullie inspirerende presentaties. In de komende 10 minuten willen we nog met jullie allemaal kijken of we nog kunnen uitwisselen. En om die uitwisseling te starten, wil ik graag kijken naar de vragen in de chat. Eén vraag is net al beantwoord door Gerben Jansen. De andere vraag die we daar zien staan is: zijn belangenbehartigers bij alle gemeenten al langs geweest? Julie, zou jij daar antwoord op kunnen geven? Yes. Ja, natuurlijk. Nee, antwoord is nee. Maar ze zijn druk bezig. Gemeenten hebben wel allemaal wat gehoord van ons. Want we hebben wel gezorgd dat ze materiaal hebben gekregen, een brief hebben gekregen, een oproep hebben gekregen, dat sowieso. Maar dat is maar het begin, want van één keer zeggen verandert de wereld niet. Dus het is de bedoeling dat echt onze belangenbehartigers live langs gaan. Al dan niet met iemand met dementie. Dat geeft nog meer overtuiging. En er zijn nu ongeveer 50 van de 355 gemeenten bezocht. En de andere gaan we ook helemaal voor. Iedereen is druk aan het plannen. Dat gebeurt allemaal online. En Jos zit er ook, Jos van de Deur. Misschien kan hij er nog wat over vertellen. Leuk, dat is een van de belangenbehartigers. Onder andere. Ja, ik wil daar best iets over zeggen. We hebben wel de contacten met de gemeente, maar we zijn toch nog heel erg bezig om digitaal dus informatie over te dragen. Jullie noemden het al even dat er digitale Alzheimercafés worden gestart. Daar zijn we druk mee aan het experimenteren om dat zo goed mogelijk te doen, ook regionaal. Binnenkort is hier op de Noordwest-Veluwe is er weer een digitaal Alzheimercafé. En je ziet dat hierin ook wat verschuiving is. Er zijn bepaalde groepen die nu ineens wel de Alzheimercafés bezoeken. En dan denk ik met name aan wat jongere mensen met dementie. Die ook in een van de probleemgroepen of in van de focusgroepen nu genoemd wordt. Maar ook mantelzorgers op een jongere leeftijd. Die eigenlijk niet zo zitten te wachten om naar zo'n Alzheimercafé toe te gaan. Maar die nu wel digitaal aanhaken. Je ziet ook dat er nieuwe groepen bereikt worden door deze nieuwe manier van werken. Dankjewel voor je toelichting. Mooi. Misschien is het ook nog wel goed om te benoemen dat we bij Alzheimer Nederland nu ook een online instrument hebben om, dat heet de dementiescan, om met de gemeente in gesprek te gaan en heel systematisch relevante onderdelen voor de gemeente en de zorgstandaard door te spreken en in kaart te brengen. En de dementiescan, daar zijn we mee bezig. En dat kan juist nu,
ondanks alles wat niet kan, dit kan juist heel goed. Fijn dat jullie vooral ook focussen op de mogelijkheden. Ik zie nog twee vragen die allebei bedoeld zijn voor Gerben. De eerste vraag is, hoe betrek je woningstichtingen bij de niet-pluisfase? Ga je als case manager voorlichtingssessies organiseren? Ja, wij hebben dat in de regio West-Brabant werk, zijn wij als case managers nauw betrokken bij de ontwikkeling van de en de implementatie van de dementievriendelijke samenleving. En waarbij ook de woningbouwstichtingen aansluiten. En daar hebben wij gewoon presentaties gegeven voor medewerkers van callcenters over en medewerkers van de buitendienst voor van woningbouwstichtingen. Waarbij ze dus het meer steeds meer herkennen. En dat heeft geresulteerd dat wij steeds meer aanmeldingen krijgen vanuit de woningbouwstichting, inderdaad. Oké, dankjewel voor je toelichting. En dan hebben we dus nog een vraag voor jou, Gerben. En de vraag is als volgt. Hoe verhoudt je antwoord wat je dus net gaf over dat de EVV'ers misschien ook een deel van de rol van een case manager op zich zouden kunnen nemen? Hoe verhoudt zich jouw antwoord tot zich steeds striktere omschrijving van de rolfunctie van de case manager dementie? Zou je daar antwoord op kunnen geven? Ja, zeker. Ja, kijk. Het klopt inderdaad. En dat is heel erg regio verschillend. We merken daar tussen de verschillende zorgkantoren dat daar een grote verschil in zit te horen bij terug vanuit binnen VNVN, binnen onze eigen beroepsvereniging. Kijk, we streven naar integrale zorg. En onder integrale zorg betekent dus ook, zeg maar, dat je goed kunt samenwerken en moet zorg dragen voor een warme overdracht naar jouw collega's in het volgende domein. En natuurlijk zijn er strikte voorwaarden over wat de beroepsgroep moet doen en welke eisen je moet allemaal voldoen als beroepskracht. Want dat valt ook een stuk onder profilering. Maar ik denk niet dat het wegneemt, zeg maar, dat wij daarop afgestraft gaan worden als wij integrale zorg gaan uitzetten als case managers dementie. Dankjewel, goede toelichting. En dan zie ik nog een vraag langskomen voor Julie. Wat wordt er allemaal besproken door de belangenbehartigers bij de gemeente? Hoe vindt de gemeente de case manager? En deze persoon, Naomi Bos, die hoort niets van ze over de inzet van vroegsignalering. Julie. Dat kan, Naomi. We zijn niet in iedere gemeente is al zover, dus dat kan. Als je wil weten hoe zit het bij ons in de gemeente, dan adviseer ik je eigenlijk om met de regionale afdeling contact op te nemen of een mailtje te sturen aan staat in de chat, belangenbehartiging. Want dan kunnen we het voor je uitzoeken hoe dat zit in jouw buurt, want de verschillen zijn groot. 355 gemeentes, 355 verschillen. En in de grotere gemeentes zijn de verschillen er ook nog wel per wijk of deelgemeente. Dus het is, ik kan niets van iedereen nu vertellen. Waarom hebben we er ook zoveel vol aan, zal ik maar zeggen. En daarom is het ook zo belangrijk dat Alzheimer zoveel belangbehartigers heeft. De vrijwilligers die gaan canvas vassen, zal ik maar zeggen, bij elke gemeente om het punt onder de aandacht te brengen. En iedereen die mee wil werken, graag. En het onderwerp vroegsignalering gaat straks over in de deelsessie van Marieke en mij. En daar hebben we een paar mooie voorbeeldjes van. Dankjewel. En er is nog een vraag voor jou binnengekomen, Julie. Want de vraag is de dementiescan ook bestemd om meer duidelijkheid te krijgen in de criteria tussen gemeente, WMO en de WLZ? Nee. Denk het niet. Hij is vooral bedoeld om in gesprek met de ambtenaar van de gemeente te gaan kijken wat kan de gemeente allemaal doen. Wat zijn de
de onderwerpen, de thema's en de interventies uit de zorgstandaard waar de gemeente ofwel als aanbieder, ofwel als financier, of als aanjager een rol in kan hebben. Ja, dat gaat eigenlijk vooral over wat Naomi net al zei, over hoe spoor je mensen op, niet pluis, de WMO-consulenten, de WMO-loketten, de oudere organisaties. Hoe maak je je gemeente dementievriendelijker met alle maatschappelijke organisaties en bedrijven? En over wat is in de WMO verantwoordelijkheid om mantelzorg te ondersteunen? Dat is natuurlijk nu wel een belangrijk punt, want door corona zijn veel van die onder respijtvoorzieningen en dagactiviteiten op een lager of een ander pitje doorgegaan. En die hebben het financieel soms zwaar, gemeenten ook. Dus ik kan niet anders zeggen dat we bij Alzheimer Nederland erg alert zijn en alle hens aan dek om te zorgen dat die ondersteuning voor mantelzorgers en dagactiviteiten doorgaan na corona. Dankjewel, Julie. Antwoord, sorry, kijk even naar. Is dit een goed? Ja. Nou, ik zie van Rika Roffelsen dat ze het voorbeeldje van Drenthe noemt. Nou, daar wou ik straks ook wat over vertellen, Rika. Goed voorbeeld. Daar zijn we erg blij mee met de samenwerking met het netwerk, Dementienetwerk Drenthe. Samenwerken tussen Samen Dementie Vriendelijk en het netwerk. Dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. We hebben nog een paar minuutjes voordat de pauze gaat beginnen. Al jullie verhalen horende, hebben jullie ook nog behoefte aan ondersteuning bij het bekendmaken van de zorgstandaard dementie? En dat is eigenlijk een vraag van mij aan de pitchers. Wie mag ik daarvoor het woord nog even geven? Ik zie niet dat iemand daar behoefte heeft om... Ah, Gerben. Ik denk dat het soms wel goed zal zijn, zeg maar, om samen met de regionale dementieafdelingen en de professionals in de wijk en ook in woonzorginstellingen, dat wij experimentruimte krijgen om bijvoorbeeld projecten over die warme overdracht goed te kunnen borgen, om de connectie aan te gaan met de dementievriendelijke samenleving. En voordat we ons allemaal weer verschuilen in allerlei financieringtitels en wetgevingen, dat wij daar ook wel wat met elkaar kunnen streven naar die integrale zorg. Dat wij die ruimte daar ook voor krijgen. Ik denk dat we daar wel wat... En hoe kunnen we dat nou het beste organiseren binnen onze regio? Want waarom lukt het in gemeente, in mijn gemeente wel, dat ik WMO-indicaties mag stellen voor dagbesteding? En in mijn buurgemeente moet ik 3 maanden wachten. Waarom is dat zo'n groot verschil? Kan dat wat niet meer overkoepelender? Ja. We kunnen wat leren van best practices van sommige regio's waar het goed loopt. Zoals wat Rika aangeeft in Drenthe of bij ons in West-Brabant. Mm-hmm. En er zijn meer regio's, hè? Dus ik wil geen regio tekort doen. Maar daar zouden we wel wat meer tools kunnen willen hebben, zeg maar, hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Voordat we allemaal weer ons verschuilen in allerlei financieringstitels. Ja, oké. Dankjewel. Ik zie in de chat ook dat iemand reageert helemaal mee eens. Dus dat nemen we mee. Dankjewel. Ik hoop en ik heb ook eigenlijk wel ervaren dat jullie een hele fijne uitwisseling hebben gehad in de deelsessies. Alvorens we met de Mentimeter aan de slag gaan, hebben we nu het deel van de plenaire terugkoppeling, zodat als je bij een van de deelsessies aanwezig was, je ook te horen krijgt wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in de andere deelsessies. Dus ik wil graag als eerste het woord geven aan een van de begeleiders van de deelsessie Niet Pluis. Ja, ik ga daar iets over terugkoppelen. We hebben een hele leuke deelsessie gehad, waarin we een aantal zaken hebben besproken. We hebben stilgestaan bij vroegsignalering en hoe je mensen kan trainen om signalen op te pakken en dat te melden. En wat je vervolgens als melder daarmee kan doen, dat je kan zorgen dat je weet waar je hulp kan inroepen als je zelf niet weet wat je moet doen.
We hebben het ook gehad over privacy daarbij, dat je daarbij erg goed moet opletten, maar dat het aanhoren van signalen iets is wat altijd kan en het noteren in je dossier iets is wat ook altijd kan, maar dat het geven van informatie aan de melder daarbij niet kan, zolang degene waar het om gaat het daar niet van op de hoogte is en mee eens is. We hebben het gehad over samen optrekken om mensen te scholen die die signalen bij je kunnen melden. We hebben het gehad over het bouwen van een netwerk. Ik ben huisarts, dus in mijn geval dan rond de huisartsenpraktijk, maar dat kan iedereen natuurlijk voor zichzelf invullen. Maar dat je daarin zorgt dat je kan optrekken met een case manager dementie of een verpleegkundige ouderenzorg en een specialist oudergeneeskunde samen. Waarbij je ook aandacht hebt voor de problemen die spelen bij specifieke doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond. Verder hebben we het nog gehad over de plicht die gemeenten en zorgverzekeraars daarin hebben en hoe je ze daarop kan wijzen. En hebben we het gehad ook over het belang van de samenleving als geheel daarbij te betrekken. En dat het belangrijk is dat je elkaar enthousiast krijgt om hiermee iets te doen. Daar wou ik het bij laten. Dankjewel Marieke. Dankjewel voor deze samenvatting. Mag ik dan het woord geven aan een van de begeleiders van deel sessie 2 over diagnose? Ja, dat ben ik, Rinske. Ja, we hebben het gehad over het gebeuren rondom diagnose. Vooral in eerste fase natuurlijk de toegeleiding. Hè? Niet iedereen die wil naar de diagnose toe. Nou, dat moet soms begeleid worden. En dan is het fijn dat het case management start voordat de diagnose gesteld wordt. Hè? Bij in de niet-pluisfase al. Maar ook dat een partner begeleid wordt daarin. En bijvoorbeeld, ja, we hebben de mogelijkheden laten passeren van psychologische ondersteuning, eventueel een groep, of bijvoorbeeld help me even herinneren, als de meeste mensen dat iets zegt. Hè. Dus een cursorische mogelijkheid om ja, toe te werken naar de diagnose en daarna ook naar het gedrag te kijken en hoe dat we met elkaar kunnen verbeteren. Mag ik je heel even onderbreken, Serge? Je mag de muziek uit die op de achtergrond ergens aanstaat. Ga verder, Serge. Vervolgens hebben we het over het niet of wel vertellen van de diagnose gehad. In principe natuurlijk wel, maar soms zijn er omstandigheden waarin dat wat moeilijker ligt. En we hebben het gehad over wat daarna komt. Hè. Wat zijn de consequenties? Het gaat over proactieve zorgplanning. Waar wil je in de toekomst wonen? Levenstestament. En het hete issue is autorijden. Dat gaat natuurlijk, daar gaat het heel vaak over natuurlijk. Hebben we het uitvoerig over gehad. En wat daar de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Gezien ook de huidige situatie met de problemen bij het CWR. Heel kort was het dat, Rinske. Dankjewel, Serge. Mag ik dan het woord geven aan een van de begeleiders van Leven met Dementie? Tuurlijk, Rinske. Met Amon. Wij hebben ook een hopelijk inspirerende sessie gehad. Natuurlijk een heel groot stuk, hè? Leven met Dementie. Mijn hemel, dat is heel veel over te vertellen. Wij hebben vastgesteld dat dementiezorg gaat niet alleen over de reis van de patiënt en zijn naasten natuurlijk, maar juist ook over de reis van de professionals. Het advanced-care-beleid gaat ook voor ons op. Van wat hebben wij nou nodig op onze reis om die reis van die patiënt op een goede manier vorm te geven? En daarbij weten we gewoon dat er steeds minder verzorgende verpleegkundigen zijn. Toch een wat minder aantrekkelijke sector helaas nog steeds. Dus we moeten meer met minder, want het is maar de vraag of wij meer geld gaan krijgen. Hebben wij als Nederlanders daar meer geld voor over? Dus het moet anders en het kan ook anders. En het leiderschap heb ik al eerder aangegeven bij professionals, bij de bestuurders. Gezamenlijk, zeker op regionaal niveau, kijken van hoe kunnen we nou hutje met mutje leggen? Hoe kunnen we onze professionals ondersteunen om die juiste persoonsgerichte zorg te geven? En dat regievraagstuk ligt dus, hoe doe je dat regionaal? En hoe kun je dat landelijk faciliteren? Niet in een blauwdruk of een dwingend orden, maar gewoon in de kaders die inderdaad op alle gebieden faciliteren. En met name de digitalisering en de financiering zijn toch hele belangrijke thema's. En het stukje verbinding tussen dementie, palliatieve zorg en ouderzorg. Ik heb het vaker gezegd, of je nou dementie hebt of dat je nou reuma hebt of multimorbide bent, het vergt allemaal dezelfde benadering. En laat thuis nou de mensen komen die bij jou van toepassing zijn. En laat al die ketenzorg nou landen in zo'n huisartspraktijk en goed opgepakt worden, dat het niet gefragmenteerd blijft. En het laatste
vinden wij en vonden wij heel belangrijk. Leren doe je met en van elkaar. Dat moet je regionaal organiseren. Dat doe je on the job. Dat doe je ook door de professionals te gebruiken, te benutten om juist de mensen thuis aan psycho-educatie te helpen. Ook de psychologen, maar ook de verzorgenden. Die zijn niet opgeleid om dat te doen wat wij van ze verwachten en wat er verwacht wordt. Dat is nog niet allemaal in die opleidingen. Dus dat moet je coachen, proactieve zorgplanning, integrale zorg bieden, communiceren. Communiceren met familie die verwachting heeft. Het hele traject naar opname of als het minder goed gaat. Leer van elke casus, leer met elkaar, doe het met elkaar en dan komt het echt goed. En dat is de bedoeling ook van deze zorgstandaard. Dankjewel, Amnon. En dan als laatste, een van de begeleiders van de deelsessie sterfensfase en nazorg. Ja, dankjewel Rinske. We hebben het gehad over de rol van naasten. Die is natuurlijk al heel vroeg in het stellen van de diagnose van belang. En als je advanced care planning doet, dan kan je veel problemen voorkomen, juist in deze laatste levensfase en ook daarna. Een belangrijke rol voor alle zorgverleners is wel het begeleiden van het stervensproces en ook het rouwproces bij leven. He, omdat dementie natuurlijk zorgt voor een gefaseerde vorm van rouw, he, omdat je al langzaam afscheid neemt. We hebben wel ook de nodige knelpunten ervaren. De rode hebben komen uit onze deelsessie. De andere hebben Lopke van de VPTZ en ik namens de VGVZ al naar voren gebracht. Dus daar sta ik iets korter bij stil, omdat ik het belangrijk vind met name de punten uit de groep te noemen. Dat met name nu hospicezorg zo goed op de kaart staat, dat het bijna andersom werkt, dat mensen dus dat het een uitzondering wordt als mensen in de terminale fase met dementie thuis blijven. En dat het dus belangrijk is om ook met de huisartsen daarover het gesprek goed aan te gaan, omdat die het vaak lastig vinden om die terminale indicatie af te geven. Verder is dat palliatieve zorg natuurlijk start op het moment dat je weet dat je niet meer kunt genezen, maar dat de vrijwilligers van de VPTZ en trouwens ook geestelijk verzorgers vanuit de Centra voor Levensvragen vaak pas in de laatste levensfase worden ingezet. En als ik kijk naar mijn eigen rol als geestelijk verzorger, kan ik vaak in de eerdere fase van dementie nog veel meer betekenen. Als het bijvoorbeeld gaat om doodsangst, hè, existentiële angst, dan wanneer iemand al ver in zijn dementieel proces is. Verder is een belangrijk financieel knelpunt dat er weinig tot geen financiering is voor nazorg. Hè, dus dat case managers, maar ook verpleegkundigen en dergelijke niet meer bij een naaste kunnen komen na het overlijden, zonder dat daar declarabele uren tegenover staan. Verder hebben we het nog gehad over wie doet wat. Hè. Dat is nog onduidelijk vaak voor mensen. Ik verwijs dan ook graag naar de website geestelijkeverzorging.nl/thuis... die komende maand in mei gevuld gaat worden met informatie voor verwijzers, dus voor eerste lijn zorgverleners. Wanneer verwijs je nu door naar een maatschappelijk werker, psycholoog en geestelijk verzorger? En als laatste, dat er nog steeds een groot taboe is op het sterven en om daarover te spreken. Dat het ook vaak een culturele achtergrond heeft. Zou je willen afronden, Karin? Dankjewel. Heel mooi deze input vanuit de verschillende deelsessies. En eigenlijk wat ik zo terughoor is dat in alle deelsessies er een focus is geweest op samenspel. Om de dementiezorg verder te brengen is het heel belangrijk om het hele netwerk rondom de cliënt en ook zeg maar zelfs de winkeliers, de bakkers en dat helemaal toe naar de gemeentes en alle andere zorgprofessionals om dat samenspel te verbeteren, onder andere door middel van scholing. Niet alleen zeg maar scholing buiten de werkplek, maar juist op de werkplek. Dus eigenlijk zien we dat de behoefteknelpunten en oplossingsrichtingen in de lijn liggen met de persoonsgerichte en integrale visie op dementiezorg in de zorgstandaard. Ik geef graag het woord aan Lars, die jullie gaat begeleiden met het invullen van de Mentimeter. Ja, dankjewel Rinske. We hebben bij de plenaire terugkoppeling al een paar knelpunten, oplossingsrichtingen en behoeften gezien.
Ik zag dat een aantal mensen van jullie al aardig vaardig is met de Mentimeter, want de eerste vraag was al redelijk ingevuld. We zouden het heel fijn vinden als jullie naar www.menti.com gaan en daar de code 66814988 in willen vullen. Want we willen ook per persoon even ophalen. Wat zijn jullie volgens jullie de knelpunten, de behoeften en de oplossingsrichtingen? En dan zal ik gelijk even delen wat daar heel mooi uitkomt. Rinske, zou jij met ons kort willen kijken naar de antwoorden die worden gegeven? Bij wat zijn voor u de belangrijkste knelpunten bij het werken met de zorgstandaard? Nou, in ieder geval kunnen we constateren dat het er nog veel zijn. En de belangrijkste knelpunten die zien jullie zeg maar met de grootste lettertype weergegeven. De schotten, gebrek aan samenwerking, onbekendheid met de zorgstandaard dementie. Te weinig tijd om goede zorg te leveren, financiering en voor sommige mensen nog geen ervaring met de zorgstandaard. Dankjewel, Rinske. Zal ik ook gelijk even naar de volgende vraag gaan? Lijkt me prima. Weet je, het gaat wel heel snel. De volgende vraag, en die is nog niet ingevuld. Wat zijn de belangrijkste behoeften vanuit jullie bij het werken met de zorgstandaard? Rinske, zou jij ons mee willen nemen in de antwoorden die je ziet? Wat vooral naar voren komt is een behoefte aan meer samenwerking, aan meer scholing, aan meer duidelijkheid en eenduidigheid en meer tijd en meer kennis. Ik zie ook nog meer visie. Ja, samenwerking en samenwerken, dat blijft toch wel de kern van de behoefte bij het werken met de zorgstandaard. Ja, mooi om dat zo overzichtelijk ook te zien waar de behoeften dan nog liggen. Ik zie dat er nog steeds wordt ingevuld, maar omwille de tijd zal ik toch even doorgaan nog naar de volgende vraag. Prima. En dat is eigenlijk, wat ziet u als oplossing voor deze knelpunten die eerder zijn genoemd? Ja, geld zien we heel groot in beeld. En los van geld, wederom een focus op samenwerking. Als het gaat over de oplossingsrichting. Ook scholing en ontschotten. En ook tijd. Ik hoor een paarse jurk op de achtergrond. Misschien moet iemand nog eventjes zijn microfoon uitdoen. Ik zie nog een goed netwerk. Hangt ook samen met samenwerking. Ontschotten zien we hier weer terug. Nou, dit geeft ook een heel mooi beeld en ook een samenhang duidelijk tussen de knelpunten, de behoeften en de oplossingsrichtingen. Fijn om zo op te halen. Heel mooi, dankjewel. We willen jullie graag nog één vraag stellen. En dat is eigenlijk, afsluitend voor deze bijeenkomst ook, welk cijfer jullie deze bijeenkomst geven? Wat vonden jullie hiervan? Nou, ik zie dat veel mensen al cijfer invullen. We zien een gemiddelde staan. Ik denk dat dit een mooi gemiddelde is. Cijfer voor deze middag en voor deze bijeenkomst.
Dat ben ik helemaal met je eens, Lars. We zitten bijna tegen de 8 aan. En we hebben nog 1 minuut te gaan. En in die 1 minuut zou ik graag Carlijn Quint het woord geven om deze bijeenkomst af te sluiten. Ja, en dan in 1 minuut. Hè? Dat is, dat moet vast lukken. Hey, heel mooi om te zien. Ik dacht wel over het cijfer. Als je het nou aan mij vroeger had gevraagd, had ik een 7,7. Had ik gedacht van, het is geen 8. Hè? Maar ik weet zeker dat mijn zoon zegt van hard genoeg gewerkt. Dus het grappige is dat dat ook altijd weer een kwestie van interpretatie is. In elk geval laat het zien volgens mij dat er veel dynamiek vandaag is geweest. En alleen dat al is belangrijk. Ik zie gelukkig naast een heleboel problemen ook een heleboel oplossingen. En dat biedt altijd ruimte voor de toekomst. Jullie hebben de aftrap vandaag meegemaakt bij deze bijeenkomstenreeks van 4. Waarin de zorgstandaard, hoe ga je daar nu mee aan het werk? Wat is het eigenlijk? En wat zijn daarvoor belangrijke aandachtspunten in? Waarin die is afgetrapt. Dus met dank ook Rinske, Lars en alle externe collega's die daar ook aan hebben bijgedragen. Fijn. Een kleine voorproef dus voor de volgende keren, die hopelijk net zo succesvol zijn, waar we de volgende keer in zullen gaan op de randvoorwaarden. We zagen net al even het thema ontschotting dringend naar voren komen, thema geld, netwerk, goede netwerkzorg. Nou, belangrijke zaken die naast een goede focus op de inhoud ook helpen om die inhoud voor elkaar te krijgen. Daar nodigen we jullie ook weer van harte vooruit om bij aanwezig te zijn. Je ziet het hier al in beeld staan, 22 april, ook weer dezelfde tijd van 3 tot 5, ik moet het wel correct zeggen. Zeer welkom daar ook. Heb je nog reacties? Laat het even zien in de chat. Voor nu een hele fijne avond en heel graag tot dan.